Ja, dat Mark Zuckerberg de behoefte voelt om te ontsnappen aan de werkelijkheid kan niemand hem natuurlijk kwalijk nemen. Ik denk dat we dat allemaal voelen. Want was ik gisteravond rond 7 uur graag even weggedoken in de metaverse om niet te hoeven horen hoeveel woorden Mark Rutte en Hugo de Jonge nodig hadden om te vertellen dat ze geen plan hebben. Het is bijna een prestatie te noemen om na anderhalf jaar pandemie een week te laat met een bij elkaar geïmproviseerde stapel maatregelen te komen waarvan je al meteen aankondigt dat je ze volgende week weer gaat herzien en om daar dan nog even bij te vermelden dat het hartstikke dringend is en daarom over 4 dagen ingaat. Het deed een beetje denken aan de wereldleiders die ontbossing zo'n acuut probleem vinden dat ze er over 8 jaar mee willen ophouden. Reden genoeg dus om een VR-bril op te zetten en te verdwijnen in een parallel universum. De metaverse is de toekomst, hoorde ik. Het is de laatste stap in het afsluiten van al onze zintuigen. Het is de oplossing voor al onze problemen. Ik hoorde een mevrouw van Facebook uitleggen dat het bijvoorbeeld ook heel inclusief is. Want als iemand het niet kan betalen om mee te gaan op een schoolreisje naar Rome, kan diegene straks dus in de metaverse alsnog met haar klasgenootjes door het Colosseum dolen. Dat klinkt inderdaad heel modern. De armoede in stand houden, maar wel goede sier maken met een technologisch speeltje. Daar gaan we waarschijnlijk meer van zien. Daklozen die met kerst een VR-bril krijgen om te denken dat ze binnen zitten. Vluchtelingen in Grieks tentenkamp die in de metaverse worden opgevangen door een virtuele ambtenaar, zodat ze in elk geval het gevoel hebben dat er iemand met ze bezig is. En ik hoop natuurlijk van harte dat Mark Zuckerberg over zijn hart strijkt en de generositeit kan opbrengen om boven Jemen grote dozen VR-brillen te droppen, zodat de kinderen daar een heleboel virtueel eten kunnen zien en, als de technologie nog een stapje voor strijd, misschien wel kunnen ruiken. Lang leven de technologie. Hoera voor alle miljarden en alle hersencapaciteit die we daarin geïnvesteerd hebben. Maar ik zou toch nog een pleidooi willen houden voor een heel ander concept. Iets dat al onze verbeelding te boven gaat. Geloof het of niet, de metaverse is nog niet het eindstation. Voor wie echt een optimale, allesomvattende, zintuigelijke ervaring wil, presenteer ik met trots The Universe. Het is een grote ruimte waar geen eind en geen begin aan is. Een oneindige ruimte ook, die alsmaar groter wordt. Waarin een grote blauw-groene bol zweeft waarop je kunt leven. Je ontwikkelt in 9 maanden tijd een personage dat vervolgens gaat groeien en rond gaat lopen in de universe. En het unieke is, je kunt ruiken, je kunt voelen, je kunt proeven, je kunt zien, je kunt horen. Je bent, als het ware, je personage. Je kunt andere personages echt aanraken. Je kunt ze lief hebben of voor ze zorgen. Je kunt ze aankijken en dan gebeurt er van alles waar je niks van begrijpt. In de universe gebeuren de hele tijd de meest wonderlijke dingen. Soms hangt er ineens een mist boven het land waar je weemoedig van wordt. Of er bloeit ineens een knalrood bloemetje dat niet doorheeft dat het al november is. Of de zon komt op met zulke kitscherige kleuren dat het net een schilderij lijkt. Maar dan is het dus echt, want het is de universe waarin je voortdurend het gevoel hebt dat je leeft, omdat het ook zo is. En het is bovendien nog een tikje spannender dan de metaverse, want je hebt maar 1 leven en dan moet je het mee doen. En dus is het schipperen tussen avontuur en overeind blijven. Tussen durven leven en niet ziek worden. Maar het mooie is ook dat je elkaar kunt helpen, dat de universe vol zit met andere spelers die in hetzelfde level zitten, die snappen wat een worsteling je doormaakt. En er is geen eindbaas. Er is niemand die kan bepalen welke dingen je ziet of hoort of voelt. Dat is helemaal je eigen verantwoordelijkheid. En dat is een enorme verantwoordelijkheid, maar die kun je aan. Echt waar, geloof me. Probeer het eens. Het is draadloos. Het is in alle mogelijke dimensies. Je gaat lachen, je gaat huilen, je gaat bang zijn en euforisch. Het is een once-in-a-lifetime experience, ondersteund door een technologie die we nog steeds niet helemaal begrijpen. Waar in elk geval niemand rijk van hoeft te worden. Niemand wil je iets verkopen of afpakken of aansmeren. Je bent er gewoon. Er is geen doel. Er zijn geen belangen. Er is alleen maar leven. En je hoeft geen mens te spelen. Je hoeft het alleen maar te zijn. En het is nu overal, echt letterlijk overal, verkrijgbaar.